Maar Chris, baie welkom en ons dank sien je. Uit na die praatje van ochtend. Dank je, baie dankie. Men wanted for hazardous journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safe return doubtful, honor and recognition in case of success. Contact Ernest Shackleton at 4 Burlingham Street. Dit is 'n advertensie wat in die Britse koerant in 1904, as ek reg het, verskyn het. Nou as ek die advertensie gesien het voor ek gegaan het, sou ek definitief nie gegaan het nie. Goeiemôre. Ek sal graag bietjie wil gesels oor 'n klein deeltjie van my lewe, en dit is die Antarktiese ekspedisie. Om oor die ander nonsens te gesels gaan baie lank vat en baie vervelig gewees. Slim mense sê vir ons dat dit is soos die wêreld vroeër gelyk het. Hierso is Antarktika, en daar is Australië, en die dele is al van mekaar weg. Dit was vroeger bekend as Terra Incognita. Antarktika wat later Terra Australis geword het, en toe Antarktika, soos het vandag heet. Nou hierdie plek is die koudste, winderigste en droogste woestyn op die planeet. Temperature tot minus 89 grade Celsius, dit is 129 grade Fahrenheit, en windspoed van tot 300 km per uur, wat gereeld oor die geweldig uitgestrekte verlatenheid loei op pad na Afrika. Dit is waar al ons weer kom daarvan af terug. En meer dan 90% van hierdie continentse oppervlakte is met 'n ijslaag bedek wat gemiddeld 1,9 kilometer dik is. En in die middel, aan die ooste kant van Antarktika oos, kry jy die Beurtgletser. Dis daai gedeelte. Excuse daarso. Wat 20 kilometer wyd is en sy diepte is 2870 meter onder die seevlak. Dit is nogal geweldig. Nou wetenskaplikers voorspel dat sou hierdie spul smelt, die seevlak met 59 meter styg. Ek weet nie of dit ooit sal gebeur nie. Daar is 'n deel wat besig is om af te breek, huidiglik sê hulle. En dit sal 'n effek hê, maar die totaliteit glo ek nie, is dit moontlik nie. Die TAE, die eerste ekspedisie waar ek nou oor sal praat, het gegaan oor die kruising van Antarktika deur Sir Vivian Fuchs en Edmund Hillary. Die ekspedisie het in 1955 begin, waar 'n klomp ou manne met grys hare en kaalkoppe in die klip gesit het en praat en sigare gerook het en whisky gedrink het, en toe na die kaart gekyk en sê, hoor, was iemand al ooit oor die plek gewees? En toe sê, nee, dit is nog Terra Incognita, ons weet nie. Toe besluit hulle, maar kom, ons doen dit. 'N paar borge van die Statebosland en ander privaat instansies het toe vir Barry Fuchs by mekaar geroep en toe vir hom gesê, luister, is dit moontlik? En Barry het gaan werk en toe kom hy terug en sê, nee, 'n jaar definitief nie moontlik nie, maar ons kan dit oor 'n 2 jaar periode kan ons dit reg kry, hopelik. Toe stel hulle hom aan om die ding te beplan, en dit sou oor 'n 2 jaar periode gebeur. Die eerste jaar sou Edmund Hillary van Nieu-Seeland afkom daar, en dan 'n depots oprig na die pool toe, en van die ander kant by die Weddellsee, by Shackleton basis, sal die Engelse span dan basis oprig die eerste jaar. Hulle noem dit die Advance Party. Die Advance Party het bestaan uit lede van die Statebondslande, wat as 'n welwillendheidsgebaar. As die ouens nou droog maak, is dit nie die einde van die wêreld nie. Die finale aanslag sal eers die volgende jaar geskied, wanneer die ouens kom. Nou wat gebeur? Jy laai die skip af, en dan vat jy die voorrade en dan met slee trek jy en jy sit jou basis neer vooraf bepaalde afstande. Die probleem daar is dat 'n kompas werk nie.
Je kan hem niet gebruiken eindelijk. Op die pool zelf draai je net in die rondte. Want op die pool is alle richtings noord. Je weet niet alle richtingen behalve noord. Niet te min. Wat hij hier gedoen het, is om vlagjes te plant. En je kan ook je positie bepalen, want je hebt hier baken niet. Dat is een geweldige gevoel van eenzaamheid als je staat en je weet niet waar je is. Al kanten waar je kijkt, zie je net ijs. En die stilte is onbeschrijfelijk. Ik geloof hier kan ons altijd iets horen. Je hoort gras groeien of je hoort iets. Maar daar hoor je net je eigen hart kloppen en je eigen asemhaling. En dit is nog een beetje schrikwekkend als je dan niet gewoon is aan zoiets. Wat toen gebeurt, dat is nooit van alles gaan zien. Hy was op die weerkantoor, een weerkundige, en hy het hom toe genooi om op die expeditie te kom van die advance party. En hy het toe saam met die Magadan, die Tron, MV Tron, die motorized vessel Tron, saam met die mannen van Engeland naar die wereldgedeelte gekom, afgelaai, en toe is hy weer so sleg, dat Benny besluit dat het huiskip gaan nou vastzit, ons moet nou teruggaan. En hij lost toe die 9 mannen alleen daar. Met opdracht dat hij die voorraden 1,5 kilometer binnenland toe moet sleep. En daar vandaan, daar op Huisterbaan, daar vandaan depots op verschillende richtings oprig. Wat je doet, je rijdt met een slee met een fietswiel achter wat een tellertje op heeft. En dan elke kilometer hou je stil en dan met een tiel de lied zij dan die lijn bepaal en dan plant je je vlagje in, een palkje. En zo ga je tot waar je komt en dan hoop je maar net dat volgende jaar, wanneer je 300 kilometer wind daar het, die vlagje nog daar sal wees. Nietemin, wat gebeur, hulle doen dit dus so, Bunny met sy seniorspan van die finale aanslag is toe terug, en Hannes en sy en die man is bly daar, nie een van hulle het geweet dat het koud is op Antarktika, ek ook nie. Toe het ons die 21 maart 1956, is een datum wat in de Antarctische geschiedenis als die beruchte March Blizzard opgetekend staat. Een geweldige storm met losgebarst wat aangehouden tot 27 maart met een gemiddelde temperatuur van minus 39 graden Celsius. Het was koelerig. En terwijl de mensen moeten onthouden dat het in het middel van die zomer was, wat die storm opgebarst het. Dit was die weerkundige voorspellingse foutieve aannames van temperatuur wat daar skeef gelopen het. Daar die storm uitgewoed het, is daar door die mannen zijn ontsteltenis achtergekomen dat een geweldige stuk zeeijs met feitelijk al die voorraden afgebreek en in die zee verdwijnt. Het. Feitelijk alles weg. Die halfgebouwde hut, een sneeuwtrekker, 259 drommen brandstof, 23 ton antraciet en al die chemische voorraden en vele andere levensmiddelen was eenvoudig net weg. 8 onervaren mannen zou voor de eerste keer in de geschiedenis een Antarctische winter een tent doorbrengen. Met net echt genoeg voedsel en 1 liter paraffin per dag. Om hulle een beetje kosties aan warm te maken en hulle zelf warm te hou. Nou, niemand het gedink dat gaan ooit oorleef nie. Dit is as een mens daar is, levende vlees vries op minus 42 graden Celsius. Ze zullen bij minus 39 en hy tent tegen mekaar vastgesit, vreemde ouens van verschillende landen en talen en geloven en so aan, dan kun je je indink wat er miserabele tijd hulle deurgebring het met die storms. Nou, op die 12e januari van 57, met andere woorden, is die jaar na, arriveert Bunny met zijn elite aanslagspan in die motorwissel Magadan, wat bij Shackleton met kos, materiaal en toerusting aankom om inderdaad een nieuwe basis op terug. Uit waardering voor zijn geweldige bijdrage en ondraaglijke ontberings, wat hij zonder klaven duurt, is Hannes, die Bunny als lid van die elite finale aanslag aangesteld. Nou, jy het jou mense van jou span. En als je die finale aanslag aanpakt en je is bewust van die omgeving en zijn problemen daar, dan zal je voor jou beste vriend zeggen: "Hoor jy, maat, ek is baie lief vir jou, maar ek gaan jou nie saamvat nie, want dis is jou lewens op die spel, al die pad." En die elite span is elite mense, dit is allemaal tawe ouwens waar hulle ken van. Maar Bunny het, toe hy Hannes sien wat Hannes aangevang het, een van sy elite span weggesit en van Hannes daar aangesit. En hy is toe die eerste Suid-Afrikaner wat sy voet op die geografische Suidpool neergesit het.
Hij is ook weer koningin Elisabeth II na die terugkeer van die expeditie met gouden medaille beloond. En allemaal in Engeland een geweldige ophef van alles gemaakt. Hierso was er maar zo even, hij heeft een erepenning bij die academie gekregen en verder was dat niks bijzonders aan die uit. Maar hierdie man is een bijdrage tot die Antarctische expedities. Dat is ongelooflijk. Ons Zuid-Afrikaners heeft ons maar een manier om dit kennis te nemen daarvan en dan verder te ignoreren. Dat is eigenlijk baie jammer, tot na sy dood het hy nie baie plezier gehad van mense nie. Alhoewel hy self baie gedetermineerde en met persoonlijke inzichten en dinge gehad wat alle mense lekker kon omkrap. Hierdie marines daar bij Jeffrey Bay was so weggespoor het, dat hy voor die tijd voorspel. Hy was een stadsverplanner ook. En dit het van baie probleem op die hals gehaal. Tot so mate dat hy uit die dorp weg is. Hulle wil niks meer met om te doen gehad het nie. Eddie het hier vandaan een basis te geleid die vorige jaar, maar hy het toe geblei. Hulle volgde op en Bunny en sy span kom hier af en toe ontmoeten mekaar op die pool en toe kom hulle verder saam terug. Dit het 99 dagen geduur om daar by uit te kom. En as jy nou net een keer die ervaring gehad het, dat jy baie meer respect vir die manne. Want toe hulle nou daar aankom, by skotbasis, toe is die hele wereld op hol, behalwe Suid-Afrika natuurlijk. En hulle maak een geweldig ophef van die ding. Goed. Na die expeditie, die staatsbondlande die Antarctische verdrag aan mekaar getimmer, wat bepaal dat jy geen wapens, ammunitie, militaire goed op Antarctica mag hê nie. En je mag ook niet mijn en mineralen verwijderen. So je mag het slechts voor wetenschappelijke doeleindes gebruiken. Ons het met een interessante situatie gezet. Rusland heeft het ding ontwikkeld, een vuurpijl, wat oor een continent kan vliegen en jou zwerm moet inblazen daar waar je komt. En ons zit met een geweldige probleem aan dat worstelbasis. Worstelk is ongeveer daar. Is Russen. En als hulle die vuurpijl het, dan is ons in ons peekje in. Dr. Erik Lau en Dr. Chris Brink van die WNR en Dr. Verwoerd, ze alle kerels zijn bij elkaar gekomen, en gesê, wat zal gebeuren als daar een vuurpijl landt op Antarctica, op Kaapstad? Toen middel onthou, dit is nog, daar is nog geen televisie nie, daar is niet eens FM nie, daar is geen elektrische tikmachine nie, daar is geen plastiek nie, dat is hele primitieve, relatief tot wat vandaag is, plekken daar zo. Hulle het naar een aardbol gekeken en toen wijs hy uit waar sy worstok en hoe wat die snelheid van die vuurpijl is en hoe die aarde draai en om op die parlementsgebouw te land sal het min of meer daar wees. Dit is nou koningin Moorland wat dier die Noorweers beset was. Want Antarctica is dus een koek opgesnij en jouw deel is beloonde totdat je pad geeft. Zodra je pad geeft kan enig ou inkom. En die Noorweer was van plan om pad te geven en ons was bang dat die Russen gaan oorskuif en dan gaan ons problemen optel. Toen het van ons opdracht gegeven om een expeditie samen te stellen nadat hulle met Noorweer ooreenkomst aangegaan het, dat die Noorweers terugkom die selskip wat hulle gaan haal sou ons soen te neem, dis die Pullebjorn. Hy is 80 meter lang, 20 meter wyd, nie baie gewees, een oude robbevanger in 1926 gebou. Hy lyk nie te vrot as jy hom so sê nie, maar as jy eerst op hom vaar, dan kom jy achter, hier is een tweede aanse engine op, groot meneer, wat nie baie lekker loop. Toe moet het al 6 weke tyd om die manne by mekaar te kry. Bunny het sy spanlede allemaal ingespan om te help, voorraad ek aankoop en oorbring, onwettige gebruik van die landse vliegtuie, sy militaire vliegtuie om voorraad aan te bring, maar 6 weke het hulle toe binnen 6 weke al die voorraad vir 2 jaar sy verblijf daar recht gekry. Nou, ek self is een ou goeie gereformeerde Calvinus met een selfbeeld wat hier onder minus iets is. Ek het dan goed gedoen met my IK-toets, ek het een onderscheiding aan my IK-toets gekry, in 82, jy moet eerst 80 om een onderscheiding te kry, nee. Nou, sit ons hier so,
So nou meer 7 maanden zwanger. En ek sien die advertentie, nou nie heeltemal soos hierdie ene. En ek besluit nie, maar ek gaan aansoek doen. En hulle laat weet toe van, hulle soek 123 manne uit van my pos. Ons kom toe in Koeris Poort. Nou sit ek daar en wacht, even bedeesd een kant, want ek is nie geleerde, en ek is maar net een mechaniek, jy weet. En ek hoor die oud neef van minister so en so, en die is dokter so, die is ingenieur. En ek dink, ek gaan naar my huis toe gaan. En toe kom my beurt, toe kom een man en hy sê, wel luister kerels, hierdie story is, het gaan nie oor wie jy ken nie, maar wat jy kan doen. Jylle gaan nou hier in die werfwinkel van Koerspoort in, en ons gaan vir jou take gee. En die over de andere kant uitkom, hy sal het maak. Maak die saak wie jou gesin is, waar jy vanaan afkom nie. Toe voel ek al een beetje beter, want ek het nogal tamelijke ervaring van my vak. Baie veldwerk gedoen, ek het aan alles wat enzin is, diesels, vliegtuie, motors, motorfietsen, fietsen zelfs, recht gemaakt. Toen vat hulle ons daar in, en toen moest hulle een stuk snijden met die snijden, dit ken ek, ek het dit gedoen, en toen aan mekaar gewas, en toen begin een paar van die mannen al uitval. En toen is er net een paar wat oorblij, en toen het ons al moeiliker en moeiliker taken gekry, en toen was daar een splinternieuwe DS6, Caterpillar, dit was nou die top kruiptrekker van die jaren. En dit staan daar, ek ken toevallig die ding. Want ek moet my neus oorlogs indrukken, altyd pas alles weet. En die ding het nie self aan sy rij, hy het een donker engine. En jy stel die engine aan die gang, en dan stel die klein engine die grootte aan die gang sit. En dit was nou een wonderlijke ding van die jare. Dit is vandag nog nie so slecht nie. En toe ek uiteindelijk daarby kom, toe is er maar net so 2-3 van ons. En toe, die eerste ouds toe weg, en vrou, maar toe weet ek nie, wat sê die ouds met die wit jasse en die boorde voor hom nie. En toen zijn er net 2 van ons. En hij zegt mij, ken je die dingen? Ik ken die stutskrappers. En dan moest ik beneden, hoe maak ik nou als ik nou die rispen moet stellen en die soort van dingen. En hij zegt, hoe zet je die dingen aan die gang? En ik weet toe toevallig, daar is een fout met die ding. Als je niet zei, verkoelingsstelsel bloei niet. Dan blijf je luchtbordel achter die engine, dan zei binnen oomlikke in sy pietje in. En ek het toevallig met iemand daarover gepraat wat my dit vertel het. En toen ik nou hier by die werkelijke ding kom, toe sê nou, sit hem nou vir ons aan die gang. En toen gedoen ek nou die toetsen, weet wat ek nou simuleerd het. Ek sê nou, het moet later, hy sê nou, hoe kom? Ek sê nou, ek kan een lichtbril aankom, ek sê nou, dit is nou fijn. Nou sit hem vir ons werkelijk aan die gang. En ek sit toe die ding aan die gang en ek hoor toe, hy loop nou lekker soos die lende. Hy het een misfire. En ek gaan toets toe, en toe sê die eerste inspuiter waar die probleem is. En ek maak stop die engine, ek sê toe jy in een wasie vind, ek sê die by die pomp. En ek sê, wat gaan jy doen? Ek maak oop, ek sê toe dat die uitlaatklepie, die delivery valve in die inspuiter weg, uitgehaal, iemand, toegemaak. En ek sê, dat is die feit. Ek sê, maar jy het nie een onderdeel nie. Die vraag was, ek sê, hierdie dingse engine het uitgebrand. En het een spaar engine op een manier gekry, jy moet die spaar engine nou insit. En ek het nou ingesit en dan moet ek om nou weer aan die gang sit, kan my kast dig sien. Kom ek nou daar aan en ek sit, ek doen al die stories en ek sit om aan die gang en ek sit in de asie fout. En hy sê nou, wat ga jy maak? Ek haal hem uit elkaar, sê die is part kort. Toen sê hy, jy het nou in die onderdele gaan kyk en daar is niks. Wat ga jy nou maak? En toen moet ek sê, toes brand ek so'n bietje vast, hoe dis werde, gaan ek een ding maak. En skielik had ek gesê, maar ek het nog die uitgebrande engine, ek gaan syne uithaal en die insit. En net die was my antwoord dat gemaakt het, dat hulle toe besluit het, ek moet nou maar saam met hulle gaan sien. Dit nou wat het, Hannie, dit is die antwoord uit. In elk geval, toes ons nou 10 manne, en hulle roep ons by mekaar, en hulle sê, hoorie, ons het een probleem, ons nog nie 10 nie, ons het toen nog net 8, Hannes is die leier, en die ene wat kort, geoloog. Toen sê hulle het die probleem, die oud nie sê medies geslaag nie. En ons wil nou beroep op julle doen, dat al die manne 10% meer werk aanpak, dan kan ons hom kry, want ons moet hom dringend nodig, om hierdie continentale verskuivingstheorie te staan bewys, wat ook al daarby gepaard gaan. Toe
Ik zeg natuurlijk, ja, nee, wat, dat is niet een probleem. Nie. En dan zegt hij, jij, ik moet altijd samen alle machinerie en alle plek veldwerk wees. Al die machine aan die gang te. Zo, so ik het die hele jaar door buiten samen met die geoloog geweest. Maar toen wordt hij mijn baba. En ik krijg een streng opdracht. Wanneer ons op Antarctica komt, moet ik, wanneer hij loopt elke kilometer, moet hij eerst rust. Hij moet tenminste 5 minuten rust. En elke 5 kilometer moet ik hem laten zitten, rust. En dan nog een 5 kilometer moet ik hem die slaapzak opmaken, moet hij eerst voor een half uur liggen. Dat hij weer steeds zit. Want hij is blauw, hij is niet zoals ons, nie. Hij is kraal en blauw. Professor Victor van Broen van de Natal Universiteit. Hij is nu een leraar een week. En toen ik naar die opdracht, ik moet naar die man kijken. Ons zal later weer bij hem uitkomen. Als ik onthou, is ik vergeet. Dan komen ze in Kaapstad aan. En dan gaan kijken ons naar die wonderlijke schip wat ons nog gaan vat. Ik moet natuurlijk overal aan kruipen, ik wil alles weet. Maar uiteindelijk vertrek ons toe, 2 dagen, die machine het moeilijkheid gegeven. Ik mocht niet daar aankomen. Nie. En Hannes had mij streng opdracht gegeven, jy bemoei jou niet. En die brug is naar die heilige der heilige, daar kom jy nooit, mag jy nooit zomaar net aankomen. Nie. Nou gaan ons pad gee en ons gaan vaar in die donker. En die skipie kan rol en die Kaapse rollers soos min hoor. As jy wist sien, dan hoor jy die skroef in die lucht, en dan twaalf weer in die zee. En hy het een 40 graden rol wat hy het, wat hy vir my sê. Want toen is nou in die roaring 40's kom, die 40 graden, dan sit jy, eerst sien jy net water om jou, en die volgende oomblik sien jy net die hele horizon om jou. So die ouwens was een beetje ziekerig geweest, en nie so lekker, sommige van die begin af. Ik weet niet hoekom, maar ik was nooit zeer ziek. Ik was te nieuwsgierig geweest om aan mezelf te denken. Maar een blikje gaan om vissen te voeren. Hij voelde zo lekker niet. En dan zit ik daar even bij deze onthou, want dit is mijn eerste kennismaking met geleerde mensen. Ik ben een mechaniek. En geleerde mensen, zoals dokter, ja dokter, ja dokter, ja dominee, ja dominee, en die onderwijzer, ja meneer, nee meneer. En die ouders zijn allemaal gegradueerde ouders. En ik bedoel, mijn plek ken daar zo. Nou sit ek daar so even bedees die kant en die ouders, ja, gaan nie lekker nie. En die hoor ek skielik, kris, kris. Ek sê, wat nou? Is hier nog een kris? En toe sê hy nie, maar kris, en die kom blikkie ingehaal. Hy sê, kris, die ouders oorboord. Machtig, nee. Jy weet, ek is onderdanig aan al die ouders met grade en geleerdheid. Maar toe neem ek sommer instinctief, hol ek by die brug op, maak ek die reservie kaptein, man overboord. Wat, en dan stopt die skip, en dan sit die blaas die toet, en sit die soeklig aan. En natuurlijk kreeg ons, ek sê, die Shackleton vliegtuig die volgende ochtend kom rij om te kijken of die iets kan optel, maar niks nie. En tussen ons mense dood, dood ziek. Die hoofingenieur, en ek maak vrienden, hy alles doorweers, nie. En toe, ek nou kom, toe sê ek, vir die kaptein, ek kry alle manne op die dek, wie is weg? Niemand weet nie, en is een geskarrel en allemaal is ziek en die ding, hy spring toe eerst rond. En ek neem toe, even voorbarig oor, en ek sê vir die kaptein, kry jy man op die dek, al die personeel, ek, nou weet ek, Hannes is doodziek en sy kajuit, want ek was so eerst aan hom gedink, maar hy hield allemaal door mekaar. En ek kry allemaal op die dek, en ek maak rij, en ek skreef veel uit, even vind gaan. En toen kijk ze sê, maar wie is die so? Expeditie leren, wie is die, dat. Die Hannes is nie, die Bonnemaier, hy is ook as, ons weet waar hy is, so is die expeditie dat die. Nou, kaptein, waar is jou mense, jy weet. En die ingenieur vertaal, so, staan langs my, en toe blyk het dat ene is toe weg. Toe is het die purser, ek weet nie wat Afrikaanse purser is nie. In elk geval, toe gaan ons maar weer verder, en ek sê daar die saloniekie saam met die ingenieur ons beduie, en hier kom die eerste officier aan, en hy het so'n bottel, en hy het roekie strek uit hem uit, en hy is lekker geswaai, en hy praat Noorweegs, en dan sit ek, en ek sê vir hom, wat is hy sê? Nee, hy sê, dat hulle die ochend bekleed, fysisk, hy en die purser, handgemeen geraak, en allemaal sê hy die ouwe oorboord gestamp, en
Nou sê ons toe, nee man, ons, dis kan nie wees nie ons. Ja, maar julle dink allemaal ek het dit gedoen. Maar ek sien toe ons sê gezicht, hier is een ding aan die kombe. En ons troost en klop mekaar op die skouer naderhand. En toe geslaap ons nou, en die volgende morgen toe speel ek nou Sister Nightingale met de emmer hoendersop, gaan ek toe naar die boeg, so kan jy toe vir die ouders bietjie hoendersop te gee. En ek stap terug en hier kom die eerste officier aan, maar ek sien sy oor so strak. En ek, good morning, how are you? Jy weet, ek klop, ons mekaar was nou op die skouer geklop, ons dik vriende. Maar die ou skouer my, dat ek amper van die boot afval, en ek raak jou, nou, ek mag nou nie die woorde gebruik nie, maar jou bliksem, ek nou nie dit gesê, die bietjie erger, want ek is een Nederlander, ek kan goed Nederlands praat, en reken jy weet, nee. En ek sê vir jou sommer moer, jy weet. En hy gaan staan voor die brug, op die dek, en kyk op naar die brug, en hy, wat ek dan steek een sigaret aan. Dit was die slagtoffer, die blaas is aan jou kop af. Dit was nie lekker om so'n stuk brein in jou gezicht te kry nie. En alles pad. Ek skrik my af bevangen, en ek kry roep vir dokter, André van der Merwe. En dokter, hy is self siek, en hy toe kom praat, en kyk as hy nie, maar niks wat ons kan doen nie. En weer een hele gemors daar, en toe was die bousin, ek weet nie wat die bousin is, die ou man, of hy voorman is van die patroos of soiets. Toe roep Hannes my, vat sy kan jy het, hy sê die kaptein het om kom praat, en soek my, ek moet kom help. Toe het die bousin en ek, ons het die lijk toe in een bokseil opgesit, en gewigte bygesit, en het toegedraai, en die robbevanger het gewone deur, houtdeur, wat aan die kant van die skip sit met op een bokkie waar hulle die robbe slag, en dan die binnengoed teruggooi in die see dan, waar die robbe een kant gesit, en ons plaas die lijk daarop, en die Noorweegse vlag oor die lijk met heimspijkers hier vastgesit, op hun recht. En toe word er nou een dienst in Noorweegs gehou, en die kaptein moet lees toe uit die Bijbel uit in Noorweegs, maar hy is een rove type ou. En ek sien, as hy sy oog knip, dan spat die traan en sulke, s'nachts sulke dinge en mens nou sulke goeitjies. En toe maak, nee, hy toe een lepel met cement, houtlepel, in die kombuis, en toe daad hy tot stof, as jy het een stofkeer, jy skit hy so oor die plag uit, en toe wees hy vir toe gaan. Tel toe die deur op, ons het toe by Bouvet eiland, waar het even stillerig is, het toe nou nie so baie golwe nie. En toe daar vandaan af toe, het is nou die ou begrawe. Nou hier is nou die Suid-Afrikaanse Antarktiese, SA Nationale Antarktiese Expeditie van 1960, ons 1959 opgeklim en 1961 teruggekom. Nou, hier is die span. Kom, ek stel hulle een beetje bekend. Hier links krijg ons vir Theo van Wyk, hy is een stralingsman. Nick Erasmus langsom is die ons communicatieman. Hy, kijk, onthou, ons alles met morse code gedoen, daar is geen radioverbinding anders as AM, Gerrit, wat is die verskil tussen die twee? Daar is hy. So jou lichtdraad moet op een specifieke manier staan om te kan communikeer. En ons het dit, sin het nie gewerkt nie. En Nick het een baie zwaar tijd gehad. Hannes, de garantie, die julle gehoor van die TAE, en achterom staan professor van Broen, Victor. Toen ons daar afklim, toen is ek al om hom, met sy slaapzak en sy dit aan ons begin loop, vir die eerste keer. Hoor hy na 5 kilometer, toen moest ek in die slaapzak gaan, hy het nog altijd gaan, hy is die taaiste ou van al die hele expeditie. Vreemd, daai sieklike ou met die, hy is blauw, hy is nie so selde kleur as ons nie, maar hy houd net aan. Hy het ook die man wat die theorie van die, of die hypothese dat ek van die continentale verskywing bewys, doordat hy op die Nunataks, dis na die bergspitse, materiaal gekry het, wat vergelyk met precies wat jy in Empangeni kry. Hy sê, daar is die bewys toe. Dit was een groot dag vir hom gewees, ek was maar bietjie onnoosel om die implikaties daarvan te besef. So, langsom, voor hom staan, Dick Bonema, Dick, een Hollander, een weerkundige, ongelooflik knap, ongelooflik rats. Ek het daar meer aan die loop op die waterstoere uit die Bijbel begin gloe, want ek het het gesien, dat op die ijsblokke, waar hy daar het, ou hart loop oor die water so vinnig, omdat die volgende ijsblokkie toe het, hy neerval.
baie optimistisch en baie positief, baie kundig. En achter hom terug staan George Strauss. George Strauss is een weerkundige en sy het hand, een hand so groot op twee van my hande. En alles wat nou, daar is die rekenaar so goed nie, alles wordt op grafiekpapier gedoen. En dan moet hy een lijn trek en het die potlood verdwijn in sy hand. En ek staan en kyk, ek sien ek sy trek en as hy die lijn sit, is hy precies op die merk. Hoe hy dit recht krijg, weet ek nie. En een narige kerel, nie baie gepraat nie, maar sy grapjes was nogal droog. As die natuur nou roep, dan moet jy maar wees, dan sit ons maar op jou hurke, jy weet. Hy sê, jy nou Chris, baie net soos op die plaas, achter die kraal weer. Ons het net nie die brommers hier by ons nie. Hy is ook al oorlede, George. Maar stil ou, en hy het so'n bietjie humor in die dinge gebring ook oor. Langs voor ons staan André van der Merwe, ons dokter. Sy vrou is daai Tannie Beb van die Simaba radio verhaaltjies. Ek weet nie of julle jong ouetjies dit kan onthou nog nie, jy weet. Maar hy is meer 'n houtman as 'n dokter. Hy is nie 'n goeie dokter nie. En ek het dan met hom gepraat en sê kom nou, sê kom kyk na hierdie hout en 'n stuk sleehout en skuur hy dit en sê kyk hoe mooi blink hy. Dan ry kom. Dit kom nou uit Skandinawië, as jy kry daai deel daai bome nou skaars bekend, maar is so taai en so taai. Maar as jy in die spreekkamer kom en maat en hy moet vir jou daai inspuiting, penicillin inspuiting gee, dan is hy sommer beneek, jy weet. Maar goeie mens, ek het nie probleme met hom gehad, hy was net nie uitgeknip vir daai om een goeie dokter te wees, hy het nie daai meer lewendheid gehad. Hy moes die fysiologiese programme vir die WNR behartig en dit het bestaan uit dat ons jy gaan slaap, as jy jou beurt is, in die hospitaalkamerkie, wat sommer een huiskamerkie, en dan moet jy slaap, en dan maak hy jou wakker, maar nie wakker nie, hy rol jou oor op die tafelkie, wat met die oliekleekie bedek is, en dan druk hy pyp in jou mond, en alle andere openinge in, en dan meet hy jou basale metabolisme, een groot, simpel machine, wat vandag net so klein is, en dan skryf hy neer, maar jy mag nie, wakker word nie, hy wil nie, hy moet wakker word nie. En dan maak hy die venster oop, wat kyk ons onder die ijsvlak, en dan graaf hy die sneeuw uit, met die graaf, en dan kom pak hy dit langs jou kaal lichaam neer. En die idee is om jou bibberpunt te bepaal. Nou ja, en nou lyk, ek weet wat gaan gebeur, en dit is toch al koelerig, as jy so uit die slaapzak uit op die koude olieteed kom, en jy krij ijs om jou. En dan hadden ze nie, maar kijk, nou is dit my bibberpunt, nou kan ons weer aangaan, jy weet. Nou, iets gebeur, maar toe uiteindelik begin het toe lekker word. Een bibberpunt is meer een convulsie as net een beverij, jy weet, is een bietje erger. En die volgende ochend, toe vat ek terug slaap ek. Ons maak allemaal beerte ook om verpleegster te speel, jy, alles word met beerte, die kok en alles. En ek kom, maar ek het een eetlis soos een beest. En nou niks, wat die sister was, of die verpleegster. Hy staan so wat hy sê, jy nou Chris, jy dan baie swaar gekry. Ek sê, ek. Hy sê, weet wat hulle gesnoen het, sonder dat jy weet, het hulle jou dieper in die, as bibberpunt geneem, en half in een semi-doodslaap coma en geplaas. Dit was die opdracht, maar ek was nie met bewust daarvan nie. Hy sê, man, en ek, weet nie, by jou gestaan, hy sê, jy het omgekeer en met die kere gegaan. En joh, dan krijg jy so jammer. Ek sê, weet jy, ek weet niks daarvan. Ek onthou, ek het so half oranje begin sien, dat my oors op skrifjes open is, en ek het my arms uitgerek. Ek sê, nou gaan ek lekker slaap. En weet jy, ek het lang met die doodswens rondloop na die tyd. En dink jy, dit meneer is een rarig dood, gaan die lijf gaan te kere. Maar, helemaal een ander emotionele situasie daar, jy Maarten sy story vertel. Hy is een radio Jerusalem het eie oma, sy kode, ja. En hy het met die hele wereld gepraat, Morse kode en gepraat, radio amateur, dit was hy was. Baie vurig daarover, een baie vurig Afrikaner, hy wil altyd wel weet, wat sê die Transvaaler, geen moet nie die Engelse nie, geen die Transvaaler sê die sê. Hy is baie knap, en dat hy een radiosender gebouw het, in een klein blikkie,
En ek onthou het 'n balpuntpen se veertjie gebruik en by my 'n paar dingetjies kon kry en wonder bewonder, jy kon nie uitmaak wat daar gesê word nie, maar jy weet, jy praat, daar is iets wat gebeur daar. En hoe hy dit reg gekry het, weet niemand nie, maar die ding was eintlik nie doeltreffend nie, maar hy het toch iets reg gekry. Blackie, hy is ons jongste, hy was ons baba, dis die oudjie wat my kan roep het, toe die man oorboord is. Hy is ongelooflik intelligent en hy is as 'n weerkundige aangestel, maar hy het baie in straling belang gestel. En sommer net, hy wil ook kyk wat hy aangaan, hy is baie opgewekte, vrolijke uitje, baie hulpvaardig. En hy kom toe baie frustreerd een dag by my toe sê, jy weet, hierdie story, kyk Hermanus waar die geomagnetiese ouwens is, hy sê, hulle is heeltemal verkeerd man, as jy nie kyk so en so en so, en dan geef hy my daar een wetenskapelike relaas wat ek nou nie begryp nie. Maar ek sê, maar ja, is dit, o ja, 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 maar ek nie bedoel wat oor het gaan nie. En niemand het hom, hulle sê nie, hy weet nie, maar maak droog. Ek is een paar jaar gelede by, saam met Frans van der Rand, by een vriend Colin McCrae, die paleontoloog, Jan, jy was nie daar, jy was nie, het ons saam geëet op die plaas. En daar was een oude dame, een Duitse dame, een dokter in geologie, denk ek. En toe ons praat oor watersoekers op die plaas, toe vertel sy, julle ons daar, toe die eerste expeditie weg is, was daar so'n jong mannetje. En hy het gekom met die en die beginsel. En dit wat ek nou vir julle vertel het, het die uitjie al die tyd vir ons gesê. En hy is toe reg klaar aan die einde. Ek het nou Blackie voor sy dood nog gebeld en sê, jong, ek het nou vir jou nuus. Daai story wat jy vertel het, is nou amptelik aanvaar as reg. Nou Blackie baie bly. Hy is nie lang daaraan, hy is elke oorlede gewees die ou. En dan, heel rechts, kyk net die ou wat sê, hy is eindelijk die deel van die groep nie, kyk hy staan so'n bietjie inkom, dit is die ou wat vir die eerste keer met geleerde mense te doen gehad het, jy weet jong, baie op my plek en baie netjies, ja, wie die ding is, dat jy doen? ja, ek moes maar die machinerie goed onderhoud, dat is maar my taak. Wat toe gebeur het, die see rol so'n bietjie, en toe kyk die touwe daar wat jy gebruik om jouself vast te hou as jy moet loop. En die donker, as jy skip afgaan, en jy begin loop, as jy onderste bo, jy leer baie gauw aan, jy staan en wacht, en wanneer hy van die golf optel, hardloop jy. Jy sien net die deurkie van die voorste, die boeg kan jy uit, om daar en nou met die emmer te hardloop. En ek is, hy sak, en het is donker, en hy steek sy neus onder die water in. En toe opkom, toe hardloop ek binnen in een beton wal water vast. Onderste boek, katseling geslaan, ek kan nie geloof waar die water was nie. So, dit is soos hy werd. Die auto op hierdie sy punt omtrent hier, sy kop weggeblaas, en hier is Bouvet Eiland. Hier is, ek sê nie sê, ek al een bietjie rustiger, ons het van die weg van die wind afbeweeg, en hy is hier begrawe, en as jy nou afkyk, dan is die water so skoon, want ons sien hoe die lijk onder toe verdwijn. En hy word kleiner en kleiner en kleiner, tot jy dan net so'n spikkelkie sien. En toe begin die skip weer verder te gaan. Baie somber gevoel vir my, ek was erg nie baie lekker om nou met die dooie mens te werk vir die eerste keer in my leven. En daai incident by te woon, dit was my baie skokkend. Nietemin, hy wil net nie op een rol nie. Maar onthou net, as jy in gevaar is en jy klou vir jou leven vast, dan is jy nie lus om foto's te neem nie. Jy klou net so, en in die pik donker en die winter kan jy ook nie foto's neem, so die werklike incidente is nie nou eindelijk hier so, dit is baie erger as wat ek daar wees. Hier sien ons die eerste ijsblokke, kom ons in aanraking, die temperatuur is al gedaal, daar is wat ons noem een growler, ek weet nie die Afrikaanse naam nie, en net trek jy verder ons eerste uitberg, en jy weet seker allemaal dat hy 1/10 steek uit, 9/10 is onder die vlak, en die ouwens van die Titanic sal seker die oorlevendes vertel, wat daar onder aangaan, dit is een baie gevaarlike situasie. Skip, baie beslis voel die beweging weg van die berg af, en die snelheid word baie minder. Kom ons nou by die tweede ene. Kyk die kleurenspel wat gebeur as die son op ons skyn. Al die kristallen kom met verskillende kleure
weerkaatst het. Het is nogal verbaasd, je dink is net spierwit, is nie net wit nie. Hier kom ons nou by die ijsbank, dit is ons eerste aanraking met die ijslaag, seeijs. En jy gaan met die skip, dan stamp jy in en dan gaan jy terug en dan stamp jy met die leerstukke stukjes weg, weg om voor te kom. Maar, toe kom ons by die situasie, die vastheid. En as die see stroom een kant te vloei en die wind teen oorgestelde richting beweeg, dan druk hy alles pap. Dis was Shackleton se boot, die Endurance was daar vergaan. Dit was nogal nie lekker gewees nie. Kijk, hier staan ons buiten op die see. En wat die manne gedoen het, was om achter die ijs hulle ding te doen, dat is die natuur roep. Want die toilet het verstop geraak. En toe is daar iemand wat toilet aanhou gebruik. En die kaptein sê, kyk, as die ou, as ek hom vang, as hy word hy gearresteer. Jy gaan in die gloedelhok, so traliehok, wat jy in sit. Maar niemand sê nee, oh, ek weet nie, ek het nie gedoen nie. En toe is maar oorboord geklim, en ons ding gaan doen. Daar staan een ou voor, kyk natuurlijk, staan die skip sy lijn, sit hy vast. Toe word ek geroep, en sê, jong, jy kan ons probleem oplos, kyk, help hier so. Hierdie ou, kyk hy blok, wat een paar ton weeg. Is nie grappies nie. Het is toe met die roep, en ek moet u gaan help. En het word erger. Het is maar een van vele kere, want ons het 31 dae soen toe gevaar, en 11 dae terug. Kan julle indink hoeveel keer ons gaan staan het met probleme. Die manne wat daar achter staan, is op my bevel geweest. Wat paal en druk die ijs weg, want die toilet, die riool op uitlaatpijp, is daar onderin. En die ijs druk tegen die pijp vast, en daarom is die, en die kaptein raak al meer beneek, want ek het toe so, Amafasi, Abadota, sneeuw huisje daar gebouw voor die ouwens, maar die ouwe manne was nie baie geïnteresseerd om die temperatuur daarvoor dinge te gebruik nie. Nou, wat ek toe gedoen het, baie slim, en wil ek eerst vertel, hoe werk die ding, en dis nou hierdie affaire, daar is die skip, en daar is die toilet, en hier is die pijp af, wat we dan uitlaat. Wat ek met blaasvlamme ingeklim het, ons het eerst die weggevat, die ijs wat daar druk, maar wat nie help nie, toe gaan ons binnen, en toe met die blaasvlam maak ek, toe die pijp warm, te kyk of ek die ijs kan smelt, dat die goed kan uitkom, maar het wil nie sy help nie. En toe sê ek nie, want het werkt toe nie, die toilet is nog verstop, en die wereld ruikt nie so lekker daar nie. Ek dacht, wacht een bykie. Op jou dek het jy so'n dik pijp, soos om die dekskoon te spuit en gebruik, met een aparte pomp. En ek vat toe die pijp, en ek druk hem in die toilet in. So. En ek kry die buisron, om een patroos te bring, en ek klop die sakke en goed, en ek stamp al om die pijp vast. En ek sê vir die ou moet die op binnen gaan staan, hy noem maar so die waterskoene aan, en hy moet daar vast, en hy moet die ding vast hou. Dat die ekkie sê nie had, hy van die jong. Toe is daar gestoeier hy met die bouwson en die matroos, wat weier om het te doen, maar hy toe sê, selfs wester, of wat noem is die oelik, jasie aan, met die hoed op, en ek sê, jy gaan net binnenkant, en nou wees ek vir die ou reg, sit die water aan, want ek wil nou die ding nou met kracht hier uitspoel. Ja, en toe die water aangesit word, toe hoor ons net een gil. En wat ek nie geweet het nie, was tegen hierdie muur, is daar nog een toilet. Dus jy kan julle indink hoe dit gebeur het. En dit was die kok. Hy toe net gaan sit, en toe kom hierdie aan, en dit is alles staal. Hy is bewust en is gestamp, groot snui in die kop in. Nou ja, dit was een erge story geweest, ja. Maar die kaptein kwaad, maar niet om toe te ander matroos, en ek laat hom ook daar staan, ons prop om toe, en toe blaas ek naar die toilet weer oop. En toe moest ek gaan stort, en soke lauw ontwaterde seewater, so brak water,
En dan moet je jezelf afspoelen, je kleren, die hele lot. En dan, als ik dan loop, en dan is allemaal zo op afstand, dan zeg ik, Chris, waar je dan ging weg? Kom niet na bij mij. Dit het vir nogal nie lekker gerik. Arme ou Wiek en ek het 'n kajuit gedeel. En dan sê die ander sê, het kan, dan gaan stort ek maar weer, maar dit was nie baie lekker gewees. Maar net om, dis toe, uiteindelik ons redding, die Argentijnse oorlogskip, 3500 ton, General San Martin, teen ons 600 ton bootjie, het net so om ons gevaar, en toe ons, kon ons ook weer beweeg. Ons het dit een paar keer gedoen, ek het baie meer skryfies, ongelukkig as ek beperk met die nou, daar is toch hele stories daar, en uiteindelik, toe kom ons nou deur nie van, toe kom ons in die oopwater, nogal stil, en daar is Antarktika vir die eerste keer, en die boek daar, en dit is die so hawetjie, is eindelijk een gletser, waar ons gaan stille. Hierdie ijsvlak beweeg op en neer, saam met die getye, en hy is vast aan die ijs op die vasteland, op die continent. En as het dan sak, dan krijg jy daar geweldige skeure, wat uiters dodelik gevaarlik is, as jy daar in die see weg. Nou, die probleem is, met ons gereelde sneeuwstorms, krijg die sneeuw so'n laagje oor die skeur, so'n dun laagje. En wat jy moet doen, as jy beweeg, staan jy en dan kyk jy, en dan sak jy op jy hurke, en dan kan jy een duikje sien, dan moet jy baie voorzichtig daar gaan stamp met jy stok, tot jy daar skeur kry, en dan volg jy om tot jy een plekje kry waar jy oor kan gaan. Ou raak gewoon daar aan, maar het bly nogal nie grapjes nie. Hier kom ons nou nader, daar kan jy die gletser die boek daar sien, en die goed soms dit 100 meter hoog sê hulle. En daar is die skip, eerst die klim ons nou af, let weer die kleurverskil van blauw en pink, dit is ongelooflik die kleurenspel wat jy op Antarktika in die son lig kry. En daar word ek aangestel, Johannes, om die voorrade af te laai. Al die dokwerkers is op staking of met vakantie, maar daar is niemand nie. En jy, die weerkie moet sorg dat hy goed af is, en jy weet die goed breek af, so jy moet hy goed wegkry, vinnig as moontlik. En die 2000 expeditie van jaar 2000, is daar een 17 kilometer stuk wat afgebreek het. En op die stuk was daar nog brandstoftanks, wat een miljoen rand gekost het wat weg is. Duitsers het laat weet, hulle het een ijsberg gesien met die tanks op. Hoeveel kilometer weg. Maar, toe begin die nonsens, nou sit een trekkertje daar so, en dan laai ons maar af, en dan gaan ons verder, en jy laai dit op, drom op die slee, op die morsenslee nou, om in die sneeuw met geen weerstand ding op te rol is onmoedelik. Jy moet hem optel doen. En ons het nou nie iemand gehad wat met de bakkie in Pietersburg toe rij elke naweek, wat weet om touwe vast te maak. En ons touwe het losgekom van die kant af. En ons het ook hoeveel keer gesukkel om die dromme vast te trek, tot ons nou uiteindelik geleer het, dat jy maak die ding aan iets anders vast, jy maak hem altijd aan homself vast. Dit is nogal een kunstje wat jy enige ou wat Pietersburg te reis naweke. Hy weet om die ding vast te sit. Ons doen dit op sy manier ook. Nou moet die goed van die skip wegkom en basis toe geneem word. Daar is die muskiek trekker, die Oliver trekker. En hier is dan die caboose met kost en voorrade en dan hulle gaan voorrade haal en bring het basis toe. En dan krijg jy die groot leegte, die stilte en die dis is een levensveranderende ervaring wat jy daar krijg. Jy besef nie dat alles iets so geweldig stil kan wees nie. En daar is die basis. Uiteindelik, tegen trekker ploegspoed, krijg jy maar. Mens dink geslee is lekker glad en so aan. Maar hierdie geruwe is soos beton. As hy trekker tegen die stomp, dan voel jy dit baie beslis. So jy rij asof jy ploeg op een plaas, jylle weet seker, is in die plaas aan. Daar is die basis, en kom ons aan, en let op die vlaggies, oor ons vlaggies, en kiste met die voorrade word alles in lijne ingeplaas. Kijk dit daar, sê. So as jylle nou hierdie idee, ons sal nou weer terugkom daarby. Die kost, die instrumente en al die voorrade. Hier is op die skip, die laaste vracht word nou gelaai,
ons kom help, ons het een hond saamgebring, het ek kan sien, dat lyk die hond, ja, skies, want dit was ook een van my take, en ek was baie gretig, om by die basis uit te kom, want voor die tyd, het ek met die ons op radio gepraat, en Maarten was by, en dan, as het nou deur, dan sê hy dan, sê ouwer, dan sê ek sê ouwer, sê nee, maar nie meer nie sê ouwer, sê net ouwer, sê ek ouwer, jy weet maar, ek is Mike Shire, ek sit ek vir die ding en kyk, en dan praat ek sê, do you have a lathe, L-A-T-H-E, lathe, dan kom hy, dan sê hy sê ouwer, dan kom hy terug, ja, en sê, okay, tiek, do you have a milling machine, en so gaan ek die lyste en lyste af, ek sê, jeeg, maar die ouwens dan toegerust, dat het skrik van niks nie, en ek is baie gretig om daar te kom, dat ons kan sien, dat ek met my machinerie kan begin werk, jong, ek lief dit, en daar is die laatste, nou gaan ek ook basis toe, en nou gaan jy in, by die voordeur, jy hoef nie te klop nie, jy maak die deksel op, en dan klim jy af met die leer, 9 meters diep, daar kom jy af jou leer, en ek gaan nou na my wonderlijke werkswinkel toe, en my engines, die ouds het die machine gehad, maar het nie gesê hulle het saam teruggevat. Ek sit sonder machinerie, sonder, met niks. En daar besef ek vir die heel eerste keer, ek is platgeslaan, ek het gebid, maar hy wees seker dat boom met vakantie, want niemand wil vir my luister nie. Juch, dit was die eerste tyd van my leven, ervaring wat ek ooit gehad het, om te besef, dat ek moet vir 9 andere ouders aan die leven hou, vir meer as 1 jaar, met hierdie niks. My spanners, Molly, jy sal weet, as jy 14 mm met 16 mm spanner moet losmaak, dan vat jy een skroewedraai drukking een kant in. En daar, as jy daar werk in die temperatuur, want hou jy het een leer, een gewone handskoen, dan nog een handskoen, dan een leer handskoen, met die duim aan. Alles wat jy hier 1 jaar lang, 1 uur gebruikt, werk jy daar 10 ure aan om dit te kry. Dit was vir my een groot story, ek was platgeslaan, die skip is weg, ek kyk na die onderdeel, is vir niks, en wat heel maak het wil. En uit al my gereformeerde tyd, in Calvinistische achtergrond, en net daar, in goeie hoog Nederlands, maar reik, jy ken die getal, nee. Ek kan dit nou nog baie goed praat, en maak my net kwaad, en luister nou. En wat dit dinges doen ek nou? En ek het helemaal in mekaar getuim, hoor. En toe besluit ek nie, maar kyk, ek is nou nie geleerd soos die ander manne nie, maar ek gaan nie, bly die goed, gaan ek aan die gang hou. Ek het so'n bietjie ervaring gehad met die aflaai van die skip, want dan moest ek, laat ek, wees ek vir die oude, die matroose laai af, ons moet wegvat. Dan sê ek vir die manne, vat daar, en laai sy ding daarpie. En die ene sê, nee, maar ek kan nie daar vat, ek sê, vat die ook een ding, waai hem op. Ja, hy sê, maar my, ek speel klavier, en as die ding op my vingers val, ek sê, jou, moer, sit die blerrie, dus ek gebruik nou netjies het alweer. Op die ding is die slee, en hou nou op jou trot en gaan. En selfs die dokter ook, want ek sê, ja dokter, nee dokter, is goed dokter. Ek sê, dokter, vat die volgende ding, gaan. Ja. En uiteindelik het ons die gespul daar weggekry, en later dacht ek, nou gaan ek in die moeilijkheid trap, want ek ben so voorbarig was, dat ek so met die geleerde mense praat, is nou, ongehoord, maar ek sal maar van ons gaan sê, skies man, het ek het nou nie so bedoel, en jy weet hy praatjes. En toe besluit ek wel, iets gaan ek doen. En toe word ek so een mini MacGyver, ek weet nie veel al van die kerel gehoor het nie. Jy weet om met een blik, met een strookje uit te sny, en een horlosieveer te vervaardig. Jy kan dit doen. Die horlosie het die veer het gebreek van een van die ouwens, ek het die veer gebouw, uit een koekblik, uit een jamblik, en ek het om geskuur, het die kere gegaan, om getrek, het heeft kronkel. Die horlosie het gewerk, het 7 ure en 12 ure verloor. Ou Maarten, ek dink hy die horlosie, nou elke midwintersfeest, nou word die horlosie ceremonieel opgewen, en allemaal kyk hoe my daar oor, maar hy beteken niks nie. Niet die man. Toe, ek kon nooit my handen was die hele jaar lang vuil. Ek veet my net af, met een paar lappe, en dan moet ek my beurt neem om kos te gaan maak. 4 dae lang, kry die volgende ou kans. En dan sê ek, hierdie kos, jy moet ook 4 dae toilet trom uitvat.
En ek sê, man, dit ken ek. Ek gaan haal die toiletrolle uit is, en dan neem hulle my beurt oor. En anders kom dit achter, ja. En toe kom die duivel los daar, so dat die ding is, ek kom, is anders beurt te ril sonder sy toestemming. En toe ek ben redig in die dogbox in. Nou, ek moest die kos maak, en ek het toe maar tange en spanners gebruik, goed, draag, want my handen was smerig veel. Maar ons het ook, as deel van die program, ontwaterde groentes en goed gehad, wat ons moest toets. Man, en die eierpoeier wat ons kry, dan niks te maak, die ons baie geklaar daarover. Behalve dit, het Hannes baie geklaar oor my kos wat so waterig is. En dan as ek dat nie goed vat, dan skud ek dit af, laat die water uitkom, en dan bedien ek dit, man, dan proef nog waterig. Maar toe nou, jy kry ook 24 eiers wat jy kan gebruik koek te bak en goeders, wat ek niks van weet nie, maar wat ek toe doen, ek vat die eiers en ek vormel die doppe op en gooi dit in die poeier in. Nou eet die manne, nou hoor jy hulle brom, en so die blerry voel, eerste keer ons bietjie ordentlik eiers geef, maak jy nie as jy goed ordentlik skoon nie is. Ons het nooit achtergekom dat ek hulle daar bevark het, nie. Nietemin, verder met die gang af, kom ons naar die eerste Martense kamer, wat hy met sy Redifone radiostelle nou communikeer. Baie moeilik, hy kom nie weg met hom nie. Baie gesukkel, maar hy het sy best probeer. Daar is Tieu, stralingsman, al sy toerusting is weg. Die ou was baie gefrustreerd. En ek het een bietjie gehelp, paar instrumenten maak, en bedie hier, ons het selfs een skoen waks blikkie, goed uitgehaal en het van goed opgedraaid draden en gekleurd wit en zwart, dat is iets dat die ene meting kan neem, maar hy sê dit beteken niks nie, want hy, dat is nie correct nie. Hy sê, maar jy neem dit terug, dat die weer in ergens het, daar werk iets uit en dan kan jy uitwerk wat er aangegaan het. Maar hy was een bietjie pessimistisch. Tieu, baie goeie kerel, baie knap loods geword van die lugdienst ook, maar sy het bietjie probleme gehad. Een van ons ouwens het aan long eye geleid. Dit is twee situasies, jy het een big eye en een long eye. En een big eye is wanneer jy voor die tijd sê, weet jy, wat kan jy doen behalwe jou vak? Nee, maar ek kan dit en ek kan dat, en elke ou kan iets doen. En een ou is nou baie goed met houtwerk, en ek nie. Ek het een beetje foto's geneem, en dit gehelp met die lichtballonne en goed. Maar die ou gaan nou, moet hy die werk doen, die slee wat stikkend is met die wegmaak. Aan mekaar, maar niks gebeur nie. En eindelijk doen ek het maar op my primitieve manier, dan klap ek die houtklomp daar vast en met draden vastgebind. En dan loop die big eye voorbij en sê, ja, en ek kyk dit al so. En jy moest eindelijk een voegverband, jy kan duidelijk sien, die ou weet nie om een voegverband te doen in die hout nie. Dan is hy nou, allemaal weet, hy sê over die werk moet doen. Want hy verbloem hy sê, feit dat hy het nie doen nie, met kritiek op die andere. Die long eye gebeur, en ons allemaal een beetje long eye gehad weer. Jy staat op die kus en hy skip gee pad. En as jy oor die horizon verdwijn, kom jy tot die besef dat jy is nou vir meer as een jaar hier. Hy eensamheid is een hengske ding. En die een specifieke ou gaan, en hy gaan leef sy bed, en het maak sy gordijntje toe, en ek moest toe, ook as nutsman die verhutters het, parfum gaan ingooi, en dan loop jy op jou tone, wat allemaal wegskofte. En ek kom met die goed in, en ek weet niks van skiet goed af, ek weet nie as een geweer nie, maar ek hoor een klik, en ek weet nie wat my beseel het nie, maar ek kyk toe daarin, toe die ou en sy een revolver saamgebring, van Suid-Afrika af, en toe was hy op punt om selfmoord te pleeg. Maar, ek gesê, was die eerste keer dat my broek nat gemaakt, ek skies weer. En ek was so geskrik, ek duikste op die ou, gryp die revolver, en, maar hy het net gelijk, hy het naar die plafond gestaan, hy kon niks met hom recht kry nie. So, maar dit daar is een bekende probleem op Antarctica, daarom mag jy nie wapens saam nie, maar voor jy ingaan, al die expeditielede nou, sy goed word doorsoek. Maar daar was nie wette wat op ons van toepassing was, want op Antarctica was daar nie wette, jy kan nou doodmaken, niks, niemand kan niks aan jou doen nie. Dit is toe later alles verander. Niet een man, daar is George,
Hij stil in sy, in die weerkantoor met sy apparatuur, die windsnelheidsmeter is gelukkig gestil. Dag, daar is die slaapkamer. Daar is die lig, infrarooi lig, om bietjie hitte vir jou te gee as jy slaap. Op die vloer is die hoogte, is het temperatuur 0 graden, en 2 meter hoog is die 2 graden. So die paar van ons manke opgelig, dat ons bietjie warmer kan kry, jy het 6 kombersie oor jou met 2 paar kouse en goed aan. Het idee, je maakt nie die plek warm als dit niet, want dan begint het smelt, dan is alles papnet. So hy moes in die hele basis het die temperatuur so laag hou. Hier is nou die gangetjie, kyk het maak is weer in mekaar te timmer na die WC. Het een drom, leed, dieseldrom, en het ek nou opgekap het, dat jy plank met een gat in. En dan sit jy nou daar boe op. Dan doen jy nou de nummer 2, maar daar is ook een lelie by, en is van die weermacht sal weet wat dit is. En daar het ek geleer, dat wanneer jy nummer 1 en 2 sky, dan is daar nie een reek nie, of feitelijk niks nie. So jy gebruik die lelie, vir nummer 1 en nummer 2, gaan sit jy op die drom. Dan vat jy die drom buitenkant die huis om op, en met die trekker gaan jy ver weg, want om die basis mag niks leen nie, want as jy mag letterlijk een berg van de molshoop daar. Die sneeuw komt te pakken op en die sneeuw komt te pakken op en zo ga je aan. Dus je moet altijd baie goed oppassen dat daar niks rond ligt op die buitenkant. Nie. Nog verder aan is die waterstofgenerator. Wat is dan seepsoda vlokjes en aluminium vlokjes samen wat dan waterstof vorm. En nu begin het winter word. Dus nu begin het erg koud word. En zo lijkt mijn engine al, kijk, ik heb het allerhande goed bijgezet om die ding aan die gang te hou. Ik heb robbevel gevat en onderdelen gesnijd. Ik weet niet hoe ik het recht gekregen, maar dit gebeurt. Voor die in die winter, al die chaskies ingebring, ik heb een tunnel gegraven waar ons die honden voor die winter gehou het. Wat ek doen, hy lees stil, husky, en net sy neus steek uit naar die sneeuwstorm. Maar die oomblik, as jy uit en buiten, dan gaan staan hy op. En dan is dit voorbij met hom. Hy moet die isolatie van die sneeuw ervaar om sy lichaamstemperatuur aan die gang te hou. Ons dan die storm gekry, dat met die windjie waai nogal, dat een van die huskies sy toren het opgestaan en toe die wind hom gegryp. En van sy tuig, ek die tuig nog Afrika te gebring, hy is ergens in een departementse museum leed die ding, hoe hy die wind hom af weggeruk het. Ons hom nooit weer gekry. Nou is ook in dieselfde tyd die Japanese expeditie wat ook weggewaai het. As jy daar is, hou jy net jy klou vir jou lewe vast. Goed, toe word het winter en jy moet gaan observasies doen. Elke 3 uur is jy buiten, moet jy jou lesings van die Stevenson skerm gaan neem en dan word het neergeskryf. Maar dit is maar jou drag, jy het een dik touw om jou lyf, wat een kant in die leer vastgemaakt is onder, en dan buiten gaan jy en dan klou jy. So, laatste stormpje is, hierdie hier is nogal lig, 185 km in die windjie wat daar gewaai het. En jy moet buitenkant toe gaan en jy moet jou werk gaan doen. So, uiteindelik begin het weer lig wat. Ons het 3 maanden duisternis, totale duisternis gehad. En pikzwart, as jy so maak, sien jy nie jou hand voor jou nie. Maar die omgekeer is ook waar in die witsig. As jy so erg as jou hand so uitsteek, sien jy nie jou handskoen nie, sien net so ver. Hier is die kussies wat ons gesien het, word nou allemaal met die hand uitgegrawe. My trekkers, dit is een gereelde ding wat ek noem my trekkers recht te maak. Die dingse brandstof, die diesel, gebruik ons paraffien. Gewone diesel word soos jelly, wesseling, weet hy dik. Hy loop nie daarop, jy moet paraffien gebruik wat weer dikker word. Nou, as jy stil hou, moet jy onmiddellik die olie uittap, die kryp onder en jy maak en jy vat jou kant, tap die olie en haal die batterij uit. Die swaalsuur en water in die batterij, die water sit uit in die temperatuur en waar sit die batterij. So die word op een klein sleekie na die ingang getersleef, gehardloop, in die enginekamer hang ek die blik olie langs die uitlaatpijp van die engine op en die batterij dadelijk oplaai. So as jy nou die ding in die gang sit, moet jy voor die tijd gaan met die blaasplank, jou engine warm blaas, en dan sit hy by die
ingang by die, op die trap en loer hy vir jou. En as jy voel die hand uit van hy voel of jy aan hom kan raak, dan baie vir hom. Nou hol hy laat het klap met die sleekie met die olie in die batterij in. Ek gooi die olie in, hy sit die batterij in of omgekeerd en dan moet hy vat. En as hy nie vat nie, moet jy die olie uitkry, want hy word soos pasta, naderant is hom nie dadelijk iets met hom doen nie. Maar ja, toe in die heel diep temperatuur van bij de minus 50 graden, het ek die enders aan mekaar laat loop, ek het al nie afgeskakel nie. Hier word elke gewerk nou. Die meet hulle die luchtheid van die sneeuw, het laat val en die ander ou skryf. Kijk die vlaggetjie, lyk iets in daar stormpie. Daar plekke, kyk hoeveel sneeuw geval het, in die sneeuwmeterkie. Daar is een blekkie sonskynmeter, hy brand, die sonskyn hier, dan brand hy so een plaatje, dan kan jy sien hoe langs hier die son geskyn. Weer die vog, lichtdruk, as ook die Stevenson-skerm. Dit is alles wat jy elke drie ure, dag en nacht moet doen. En ons is nooit meer as twee minute uit te doen. Want hy lig aan sy, as hy daarom sy hoerstrip om so te stel. Jy sorg dat het op my tyds gedoen is. Ons ook die weerkunde werk gedoen hier so, allemaal help. Daar is Dick Bonnema, ons het een paar ballonne gehad. En dan onder in die weerkantoor sit ons, maar jy skryf, wat Dick met per telefoon sê, kyk daar praat en dan sê, dit is die lesing, en Dorsie kyk by die theodoliet naar die ballon, wat daar nou hemel toe gaan. Die ding word al groter en groter en groter tot en nader aan bars, maar het windspoed en dan het die klein apparaatje onder, wat lesings van druk en temperatuur vir ons gee. Nou gaan met die honde ook baie gewerk, is eindig Hans' voorliefde. Huskies werk nie lekker nie. Hier goed is wild, dis die diere wat jy thuis vind, dit is wille goed. As hy by mekaar kom, hy is gevecht tot die dood, hy hou nie op nie. Hy kan sy eie gewig 20 km per dag versleep. En sommige net een ander toneelkie van hom. Ons op een keer verdwaal in die witsig en die hond het ons teruggebring. En ons het een kant was Keure en aan die kant was die see, die afgrond. En ek hou die wiel, ons het uitgegaan, Hannes, Wiek, Maarten en ek. Want ons vier het nooit saam uit in Oktober, lekker heerlijke sonnige dagje van, ach maar net minus 20 graden, jy weet so, dan gaan ons uit, en, maar jy moet werk, jy moet lesings neem. By elke kilometer, dan sit ek achter, dan kyk ek na die metertje, die fietswiel met die metertje, dan stop ons, dan vlagje in, kyk of hy recht is, tot ons net, by ons bestemming kom, dan moet doen ons lesings, ek moet die lichtdruk afskryf. En nou Hannes loop rond wat ons doen, en hy kom en hy sê, wie, ek het nie geweet, jy is so achterloosig nie. Helemaal een verkeerde lesing, hoe kan jy dit recht? Ek sê, ek weet nie, maar ek het maar geskryf wat ek gesien het, en hy gaan kyk, toe die lichtdruk so geval, toe kyk, hy sê, so onmachtig, hier kom een storm aan. Van, onmiddellik op die slee in ons hol, blad het bars, die jaag die honde aan, en elke kilometer kyk waar die vlagje is, want toe die witsig kom, en ons kon niks sê nie, steek jou hand uit, dan verdwijn dit. En Wiek sit voor my, en Hannes sit voor met die honde, hy jaag hulle aan. En ek dacht, jy, eindelijk wil ek bykie die kant toe. En ek sê, Wiek jong, ek weet nie of ons recht is nie. Wiek sê, nee, ons persoon toe beweeg. Ek is links en hy is rechts. En ons altyd saamgeloop, het is nie die groot cirkel loop nie. Uiteindelijk, het ek sê, wel, laat maar gebeur wat gebeur. Net ons laatste dag op aarde is, is het nou dat het so beet. En toe ek nou stil hou by 20 kilometer, sê kerels, ons ergens in die omgeving van die basis, ons het die afstand bereik. En allemaal kyk die kant toe, ek ook. Maar ek gaan staan voor en ek kyk vir ek sê, hoorie, ons was nou by 20. Toe gaan daar een flare op van die basis, en met elke so laat moet hy dan die ding afskiet, drie keer. Dat is al wat ons gehad het. En so het ons by die hond het ons eindelijk weer teruggebring, nie ons self nie. Dit was die story. Nietemin, Wiek en ek het baie werk buite gedoen. Al die veldwerk, dan reis met die kaboes, dis maar een laaghout affairekie uit, drie mense kan hy inslaap, aan die een kant en drie aan die ander kant. En daar sleep ons om met die trekker, tussen een bietjie voorrade en dan die
kaboes achter. En daar gaan ons nou, kijk die paaltjes, daar gaan jullie paaltjes zien verder. Hoe het mekaar is. En Wik gaan dan en dan moet ek met die stok gaan staan, dat hy nou leesings neem. Ons kyk of die paaltjes geskuif het. En dit beteken of die ijs beweeg het, of daar skeure en die soort van goed is. Toe, dan neem hy leesings. En die kaboes het ons een tamelijke ervaring gehad met Hannes. Hy is een keer saam. En jy het twee slaapzakken, een gewone eerste slaapzak wat jy om jou benen vouw, nou, nou die voorkant toereig, en die andere ene is die groot gewone ene wat ons kind die weer mag sinne. Want nou, dat is nie plastiek en nieuwe stok materiaal, en is nog diezelfde as met Skotse tyd. Geen verskil in die gehalte van die kleure draag nie. En dan let en anders krijg jy kramp, want jy skuif jouself daar in met die slaapzakke aan. En dan oor blaar weer. En ons plik hem uit en ons maak oop. Dat is ook een ervaring wat ons nie sal vergeet sommer nie. Nou ja, toe, een van die vele stormpies wat ons meemaak, Wik en ek in die veld, gaan erg, kyk net die sparretjies wat in die kant van die kaboes op. Hou raak gewoon daaraan. Maar elke drie uur word alles opgeskryf wat moet opgeskryf word. Net jy probleem as die natuur roep. En dan denk jy, wat, as ek hier opstel, ek sal nooit meer een nageslag hê nie. Maar dan het dit toe by ons het, en dan het recht gekom. Dit is dan gewoon koelerig hoor, ek beloof jy. Want hier het nou een groot probleem gekom. Kijk wat hier, ja. En die kaboes, ons is 11 dae in die storm. En dit is noodvoorrade vir 8 dae. En alles is ontwaterde goed. Kijk, jy kan, van sneeuw kan jy sterf van die dors. Jy moet die sneeuw vat en het warm laat smelt, en dan kan jy dit drink. Dan moet jy buiten gaan, dan klop sneeuw by mekaar, skie binnenkant, en sê, prima stoofie, hy wil nie op paraffin werk, jy moet petrol ingooi, en benzine, en allerhande goed, spiritus, net om die spul in die loop te kry. En nou is dit Wik en ek, en ek dink, tel op, en dan val hy, dan tel hy op, en dan val hy. Dit is nou 11 dae. Achtste dag, laatste maaltijd, Wik lê in slaap, ek maak die kassie open en ek haal, en ek kyk want ek sien so aluminium folie ding, van curry, ek is nie curry eter nie, maar, ek het moet nie, laat ons nou maar hierdie, is nou die ertepol, wat noem mense, wat so gemaalde, wat noem mense, mesh, en nou, sien ek die, sker ek daar, ach wat, dat ek het nou maar, bietjie inroer, so vir die laatste maaltijd, en ek wil nog vir wie ek wakker maak, want hy slaap toe. Hy sê, Christie, jy weet jy, ek droom, ek is by die huis, en my ma maak die lekkerste curry, kom, maar ek ruik redig curry, ek sê, ja, ek het curry gesê, my machties, nou, ek sê, jy, onthou, is ons laatste maaltijd, nou moet ons maar vastbijt, hou. Jong, en hy vat die eerste hap, ja, hy sê, wat, het jy al gevang? En hy vat die pakkie, kyk om, en toe sit, curry vir 12 maaltijde, want ek het net daar ingevoeter het. Maar ons is, die volgende dag so vrek honger, dat ek, ons eet toe maar. Ja, nou jy weet, toe is nummer 2 nou die probleem. En jy moet buitenkant toe gaan, en daar wind wat waai. Kijk, dit is die ding wat jy nie sommer vir ons precies vertel wat daar gebeur het. Dan, na die tyd, weer trek aan die gang toe, kom die wind, gaan die wind af, en weer die trekker uitgrawe, weer met diezelfde procedure, maar dit is die olie wat er binnen in die kaboesie om die parfumstoofie ingezet is. En dan kom een dag, kijk net weer die kleure. By die see staan George en kijk vir die polar haaf wat ons kom haal, nie die polar bjorn nie. Die polar bjorn het so skade opgedoen dat hy skrut werd toe hy terugkom in alles uit in Noorwee. Daar is ook een verhaal aan, die ijs, soos een keer wat ons vastgesit het, het die ijs die een van die plate in die machinekamer weggedruk, en water ingestroom, en die pompe kan nie bijblij nie, jy sit in die vries water tot onder jou knieën, en die water kom in, want jy kan jou hand deurdruk, kan jy die ijs sien, sê ijs. En die ingenieur sê vir ons, die wind nou stop, is ons af. En toe het ons gesweis, onder water sweis, baie hopeloos, dit is
om onder water te zwemmen moet je speciale opleiding krijgen. Maar dit hebben we ons natuurlijk met 12 nesjes probeer. En toen komt die buisvorm weer. Maar niemand mocht daarvan weten. Nie. En hij kom met de oliekleed van de matroos van die stamp. En hij kook om, wat is koking in Afrikaans? En hij maakt hem zo so toe. Hij het nog blij lek, maar die pompen kon dan bij je tot ons in Antarctica was. Aangekomen daar. Dit was ook een vreesaanjaande oomblik geweest. En hij wacht nu en daar komt die skip. En voor die skip sien sien is daar zo'n rom. Leopard seal. En het is kost voor die honden. En die ding wordt geskiet, is een groot meneer. En toen die Paula Raaf aankomt, laaien ze hem eerst op. Uit. En daar kom alle langs. Hierdie was een groot oomblik om ons na meer as 14 maanden vir die eerste keer met hulle te praten. En toe gaan we daar. Want onze radio, onze een keer gebeurde dokter vervoerd, geskiet. En toen is voor 2 weken geen communicatie gehad, nie, daarna. En allemaal sê, hoor, wat gaan gebeur met ons? Wat gaan nou in Afrika? Je begin allerhande ideeën op te overen. Nou ja. Niet maar toe kom een skip en daar is ons mannen nou weer vir die laatste keer bij elkaar op die Polar Raaf. Een span wat ik geloof van die rum van die land gehad het, die wetenschappelijkers, ongelooflijk slim kerels. Ik heb geweldig baie bij elk een van hulle geleerd. Het was voor mij altijd een groot voorrecht om samen die mannen te wees. Ons het ook na die tijd vrienden geblei, bij die Antarctische Club gevormd. En ik kan een beetje brek. Ik was nou die eerste ou wat iedere lidmaatschap toekenning certificaat ontvangen het van mij. Diverwerk is wat ik daar uitgevoerd heb. Maar het was een ding wat mijn leven totaal veranderd het. Geen oog gaan zo toe en kom weer terug zoals je zo toe gaan. Hij verander. Wat ik er richting ook nog. Daar heb ik een Bijbelstudie in die winter gemaakt. En ik heb het op totaal anders gelezen, want ik heb die Bijbel voorheen deurgelees. Baie getrouw, huisgodsdienst, altijd elke avond met eten die Bijbel gelezen. En ons het deurgewerk, maar ik toen kom weer op het artikel lees, toen ik alleen en ik zit daar en ik daar gelees. En dingen hier allemaal anders begin zien. Wat ook mijn religieuze leven totaal veranderd heeft. Afgezien van al die dogmatiek en die alleimensgatters. Ik denk mijn zelfbeeld het zo even opgekomen. Ik is nu ook aan het vriespunt, ik kan niet meer. Dit is een groot ding dat je weet, je kan. Aan alle situaties blootgesteld wordt, wat voor jou totaal ongelooflijk is. Je hebt een pijn op je maag, dan ga je dokter toe. Daar krijg je vriesbrand. En als die pijn terugkomt, maar dan kan je niet weer. Maar als je morgen weer een maagpijn hebt, dan denk je, ach man, dit is niks vergeleken met gisteren zijn vriesbrand. Je hele levenswaarde verandert. En je leert mensen kennen. Jij weet, zij oma groeik het een groeik klein toontje naal gehad. Je ligt alles bij elkaar opgehokt voor 3 maanden in totale duisternis. Je weet alles van elkaar. En daar leer je je eigen kracht kennen. Je eigen ding. Ja, het is prachtig om graden en goeders te hebben. Maar die belangrijkste graad is een graad, wat je moet hebben. Weet. Als ik je nu echt verstaan het was, Hannes de Gracie die enigste wat Antarctische ervaring gehad ja, in jullie groep. Ja, correct. So, hoe het jullie al die tips opgeteld om te weten hoe met jouw apparaat te werken, al die, zeg maar die gewone ja, goed om in jouw sneeuw te werken? Je maakt maar die fouten, dan moet je maar weer recht maken. Sien. Chris, hoe zou je Hannes' leiderschapstijl beschrijven? Gekoppeld daaraan, jullie was hier nou 8, 10 boerseens, was voor mij baie vreemd is dat daar niet. Wel, een was Engels sprekend blijkbaar, nee. Nee, en allemaal. Allemaal. Ja. En allemaal zeker Calviniste. Wat een soort van godsdienstige activiteiten het jullie gehad? Alles, sy Bijbel was voor hom alles en hy het hom letterlijk so nagevolg. Dick Bonner bijvoorbeeld was atheïst. Die andere ouders was maar zo half slap en ik was baie erg dubbel gereformeerd, niet eens enkel gereformeerd. Nie. So,
Dat was ons opzet, maar en die andere expeditie. Nee, ek het nie so teruggekom. Terwyl ek daar was, het ek by julle lewensuitkyk het verander. Arme ou Solomies, sy sê, kan jy vandag nog swaar met my daaroor. So, en ek my seun vir die eerste keer, hy was al 'n jaar oud toe kom ontmoet, het Solomie was 7 maande swanger, en toe terugkom toe ontmoet ek vir die eerste keer vir Pieter. Dit was nogal 'n ervaring ook, ja. Ek is seker ons sit almal met die ding dat die mense soveel praktiese vrae, hoe het jy dit gedoen en hoe het jy dat gedoen en hoe dit gewerk en dat gewerk. Ek wil nie weet, hoe het jy nou daai paaltjies in die ys geplant? Ja, hoe is dit? Hoe het jy daai paaltjies in die ys geplant? Jy is nie stamp bestaan, ek kyk jy eerst laag sy sag, jy stamp hem maar in. So ja. Nee, maar net weet, hy is nou nie genoeg. Ja. Ander ding is, waar die honde van zon? Ons hadden by die Noorweers oorgeneem. Had hulle gelos, ja. Hulle het nie die machinerie gevat en die honde gelos. En die hond met 2,7 kilogram robbevleis krijg elke tweede dag. En dit doen jy dwars deur die jaar. En dit was nou my taak gewees. Nie altyd so vrolik om met die treksaag sit in die karkasse op te saag en blokke nie. Hulle is nou gelos, na die daar tweede expeditie toe sy honde weg. Het jy die robbe gaan skiet? Ek dink het wel een vakant gemaakt, die ander manne. Ja. So. Goed, baie dankie nogmaals Chris, dat jy met ons